Daar is al het 100.000 dierenhuis. Hey Paul, en ik weet toevallig dat de gielemonsters ook giftig zijn, toch? Dat klopt inderdaad. Wat moeten we nu vandaag bij de vogelspin doen? Kauwen reptielen nou echt op hun eten? Hoe verandert chameleon van kleur? En het antwoord is... Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Carlijn en ik ga hier in Dierenpark Amersfoort weer een aantal dierenvragen beantwoorden. Hier in Dierenpark Amersfoort hebben wij het 100.000 dierenhuis. Daar woont de vogelspin, parasolmieren, fietsieleguanen en bijvoorbeeld ook slangen. Nou, Koen die had al een vraag over een van deze diersoorten. Ik ben Koen, ik ben 6 jaar. Ik heb een vraag over chameleonnen. Hoe kunnen chameleonnen van kleur veranderen? Oh, de chameleon. Ja, die leeft ook in het 100.000 dierenhuis. Dus daar wil ik ook zeker even langs. Ik heb afgesproken met Paul, want die verzorgt al onze dieren in het 100.000 dierenhuis. Dus die kan vast jouw vraag beantwoorden, Koen. Dus laten we maar daar naartoe gaan. Daar is al het 100.000 dierenhuis. Ik heb wel zin om daar deze ochtend lekker warm binnen te staan. Eens even kijken of ik mee kan met Paul. En Paul die staat hier in een keukentje waar jullie me vaak waarschijnlijk een gesloten deur zien. Maar waar ik nu even mee naar binnen kan. Goedemorgen. Goedemorgen Carlijn. Ik heb allemaal vragen gekregen over die in het 100.000 dierenhuis. Ja, dat snap ik. Dat zijn ook hele interessante dieren. Ja, zijn dat eigenlijk de leukste dieren in het park? Ik vind van wel. Ja. Hey Paul, waar staan we nu? We zijn nu eigenlijk, ja, we noemen het onze keuken. Dus hier bereiden we onder andere het voer voor alle reptielen. Hier in het 100.000 dierenhuis. En daarnaast hebben we hier ook nog wat bakken staan met eventueel wat dieren. Achter en hier ook nog. Die momenteel niet voor de schermen zitten om verschillende redenen. En waarom kan het dan zijn dat ze hier zitten? Nou, we hebben bijvoorbeeld onze gielemonsters. Die gaan binnenkort in winterrust. En dan halen ze ook het verblijf uit. Dan gaan ze ergens anders heen. Maar ja, dan staat er 9 weken lang een heel erg leeg verblijf. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor de bezoekers. Nee. Dus vandaar dat we een blauwtongskinkje hebben wonen. Die gaat dan in die 9 weken gaat die voor de schermen. Dan is die te zien. Want die gaat niet in winterrust? Nee, die gaat lekker het hele jaar door op hetzelfde klimaat. Dus die heeft altijd die houdt van een beetje zomer. Oké, okay, dus die wacht hier totdat hij ja. Dus die heeft hier een prima bak waar die eigenlijk het hele jaar zit. Oké. Okay. Dan mag die 9 weken per jaar, mogen de rest van de bezoekers hem ook zien. En nog meer dieren? Ik zie hier ook nog een heel groot verblijf. Hier hebben we een fietsieleguaan zitten. We hebben daar niet van een staart. Even een open, dan kan wat nog handiger. Zien. Kijk. En waarom is de fietsieleguaan hier? Nou, we hebben een koppel fietsieleguaanen, dus een mannetje en een vrouwtje. Alleen, mannen en vrouwen kunnen niet altijd heel goed samenleven. Vooral als de jonge fietsieleguaanen moeten komen, dus als de eieren gelegd moeten worden, dan is het heel goed om een mannetje en een vrouwtje bij elkaar te houden. Maar anders dan blijft een man vaak, blijft hij heel vaak achter de vrouw aan zitten. Ah. En dat willen we natuurlijk niet. Vandaar dat hij ook af en toe eventjes in zijn eigen verblijfje mag zitten. Dan kan de vrouw even rustig worden eieren leggen. Of weer goed eten, om weer goed bij te komen van het eieren leggen. Maar hoor ik dus dat we eigenlijk stiekem hopen dat we kleine fietsieleguanen krijgen? Eigenlijk hopen we dat ook wel een keer, ja. Dat zou echt heel tof zijn. Oké, nou, het is ochtend. Jij staat hier naast je karretje. Ja. Wat kan ik ergens mee helpen? Wat ga je doen nu? Nou, ik ga nu eerst al het voer klaarmaken voor alle dieren. En dan loop ik met dit karretje alle verblijven af. Dat doe ik iedere ochtend. En dan gaan we alle dieren verzorgen. Dus zorgen dat ze het eten hebben, maar ook zorgen dat het schoon is. Of dat het, sommige bakken moet het even regenen. Regenen? Ja, we hebben heel veel dieren komen hier uit het tropisch regenwoud waar het heel veel regent. Alleen ze hebben hier heel vervelend een dak boven gezet. Het regent hier binnen niet, dus dan moet ik het maar laten regenen. Oké, okay, nou dan gaan we het ook nog laten regenen. Ja. Ik wist niet dat dat ook nog ging gebeuren. Ja, hoort er allemaal bij. Oké, okay, kan ik helpen? Ja, dat kan zeker. Dan gaan we denk ik even het voer klaarmaken. Leuk. Nou, de groentebakjes zijn klaar. Wat zit hier allemaal in, Paul? In principe zit er een basis groentemengsel in. En er zit soy onder andere in. Ik weet niet of jullie dat allemaal kennen. Maar ook Chinese kool, andijvie en witlof. En dat zijn vooral een beetje voor bladeters is dat. En daarnaast hebben we in dit bakje ook nog wat paprika en rode bieten vandaag overheen gesneden. En dat is vooral voor de dieren die vaak in regenwouden leven. En vaak ook wat vruchtjes daar tegenkomen.
Dus op die manier geven ze ook wat zoeters en wat kleurrijkers erbij. Want je zegt vruchtjes, maar een paprika en een biet, dat is toch geen fruit? Nee, inderdaad. Maar in het wild, zeg maar, dus in de regenwouden komen ze vaak vijgen tegen en allemaal andere tropische fruitsoorten. En die bevatten heel veel vezels en heel weinig suiker. Maar ons fruit, zoals onze appels en peren, die hebben heel veel suiker in zich. Dus dat is eigenlijk, als we dat geven aan de dieren, is het een beetje als een snoepje. En als je te veel snoepjes eet, word je heel erg dik en vallen die tanden uit je mond. Dus dat gaan we niet doen. Dus vandaar dat wij hier voor groenten kiezen. Dus die komen wat qua inhoud wat beter overeen met de vruchten die ze in de tropische regenwoud eten. Dus die paprika en die biet lijken meer op het fruit uit het regenwoud. Ja. Oké. Okay. Alhoewel zijn deze ook nog best wel zoet, maar het is vooral voor de kleur. Dus ze krijgen het ook niet al te vaak. Ah, en we hebben nu heel veel groenten. Maar je hebt ook wel wat dieren die, denk ik, die andere dingen hier eten. Ja, inderdaad. We hebben onder andere vandaag de linslangen die gaan gevoerd worden. Die krijgen, die eten graag ook visjes, maar soms ook muisjes. Vandaag krijgen ze visjes. Oké. Okay. Onze varaan, die zit niet in het 100.000 dierhuis, maar die zorgt wel. Die krijgt vandaag een muisje te eten. Oké, okay. Dus die heb je allemaal laten ontdooien? Ja, en, die kwam net uit de vriezer, dus die laat ik vandaag even ontdooien. En als die dan vanmiddag lekker warm is, dan krijgt de varaan om te eten. Nou, kunnen we iedereen een ontbijt gaan brengen? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Waarom zit die doornstaartagame hier? Die doornstaartagame is bij ons nieuw in de collectie gekomen. Hij komt misschien nog voor de schermen, of tenminste dat is wel het idee. En tot die tijd zit hij nog even hier, totdat zijn verblijfje helemaal klaar is. Oh. Op die bak. Waar zijn we nu? We noemen dit onze insectengang. En hier kweken wij onder andere sprinkhanen. En we hebben net al laten zien dat sommige reptielen die eten groenten en sommige reptielen die eten vlees. Maar we hebben ook heel veel insecten etende reptielen. Dus dan moet ik altijd iedere ochtend even wat insecten halen. Dus we hebben hier allemaal andere sprinkhanen staan, maar ook kakkerlakken, slakken, meelwormen, moriënwormen, krekels voeren we ook. En wie eten de sprinkhanen? De kameleon vindt de sprinkhanen heel erg lekker, maar onze dieren, onze chukwallen vindt het ook wel lekker. De Fiji-leguanen af en toe. Krokodil staat hagedissen lussen heel graag. Oh, dus er zijn er best wel wat die ook insecten eten. Waar gaan we eerst naartoe? We gaan eerst naar de gila. Gaan we de gila monsters voeren? Nee, de gila monsters die eten eigenlijk heel weinig. Dus die zijn meestal voeren ons op zondag. En ze krijgen aankomende zondag voor het laatste keer te eten. Waarom eten ze zo weinig? Dat is eigenlijk omdat zij, zoals bij reptielen, die kunnen heel veel dingen heel traag doen. Maar die hebben ook niet heel veel energie verbruikt. Dus daar dat ze niet heel veel nodig hebben. Ja. Maar als ze dan eten, dan eten ze wel in één keer 2 muizen op of zo. Dus dat zou voor ons een beetje zijn alsof wij in één keer heel veel. 2 varkens op eten of misschien. Dan zit je wel even goed vol. Ja. Dus inderdaad, als je gewoon één keer heel goed eet, hoef je daarna een hele lange tijd niet te eten. Ja, en als je dan niet heel erg wild doet, dan is dat ook voldoende. Ja, precies. Hey Paul, en ik weet toevallig dat de gielemonsters ook giftig zijn, toch? Dat klopt inderdaad. Dus vandaar dat ik ook altijd even goed kijk voordat ik de deur open doe waar ze zijn. Want ik wil niet door ze gebeten worden. Oké, en wat gaan we nu doen? Ze krijgen even vers water, maar ik zie ook dat ze daar gepoept hebben. Dus dat moeten we ook even weghalen. En daarnaast sproeien we ook nog een beetje. En trouwens, als ze dan giftig zijn, hoe voer je ze dan? Want dan moet je natuurlijk wel dichtbij ze komen. Ja, inderdaad. Dan krijgen ze vaak een muisje, maar daar heb ik, misschien krijgen we die wel als je thuis een splinter hebt of zo, dat je moeder die met de pincet eruit probeert te halen. Deze is wat groter en daarmee kan ik dus de muis voor de kop van de gielemonster houden zonder dat mijn handen in de buurt van die bek komen. Ja, dan hoef je niet met je vingers... Nee, precies. Dat is een beetje gevaarlijk. Even kijken hoe het met de gielemonsters gaat. Kijk, daar zijn ze. Ik weet niet of dat je ze kan zien. Ja. Die liggen lekker te slapen. Hoe lang is het? Het is ook een beetje water hier. Het is natuurlijk ook een woestijnbak, dus je hoeft ook niet heel veel planten hier te verzorgen. Nee. Vogelspin. Hoeveel eet de vogelspin? Nou, eigenlijk geldt het een beetje hetzelfde als het gielemonster. Spin is een geleedpotige, als ik het goed heb. Maar die is eigenlijk ook gewoon koudbloedig. Dus die eet eigenlijk ook niet zo heel veel. Maar als je dan eet, dan eet je voor het 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 maanden wel in 1 keer een volwassen kakkerlak op. Dus even kijken of ik die bij me heb.
Dat is zo'n diertje. Oh ja. Dus die eet ook in één keer heel veel. Die gaat maar daarna een tijdje niet meer. Oké. Okay. Dus wat moeten we nu vandaag bij de vogelspin doen? Nou, we zorgen wel altijd dat hij een beetje vers water erbij krijgt. En hij leeft nog. Dat denk ik wel. Je moet altijd goed kijken, want ze kunnen heel goed stil liggen. Oh. Maar hij ziet er nog wel levend uit. Of zij in dit geval, het is een vrouwtje. Zij. En dan heb je onder de beeksalamanders. Altijd goed je best doen om die te vinden, want ze zitten vaak achterin goed in het donker tussen de blaadjes verstopt. Komen ze die uit je pincet eten? Nou, ze komen er eigenlijk niet voor, maar als ik hem voor hun bek hou, dan pakken ze hem hopelijk wel. Ze zijn niet altijd even slim, dus als ze op een gegeven moment doorhebben dat er eten is, dan bijten ze in alles wat beweegt. Dus soms ook in een eigen staart of in de staart van een ander. Oké. Maar dat komt gelukkig wel goed. Kijk, er komt wel eentje kijken. Ik weet niet of je het op beeld kan krijgen. Oh ja, daar helemaal achterin. Hier zie je een paar gele vlekken. Kom maar. Oh, mis. Oh, dus inderdaad wel goed zoeken hoor. Ja, beeksalamanders houden ook van een beetje donker. Vandaar dat ze daar altijd veilig onder sommige boomstronken ook in de beekje zitten. Dus dat doen ze hier ook. En die hebben alleen maar water, dus deze zwemmen alleen maar. Nou, ze hebben ook een klein landgedeelte, want salamanders zijn amfibieën. En dat betekent eigenlijk dat ze zowel op land als in het water kunnen. Maar je hebt sommige amfibieën, zoals de beeksalamander, die toch wel de voorkeur voor een bepaald gebied hebben. En dat is in dit geval water. Dus ze hebben een landgedeelte waar ze op kunnen, maar ik heb ze daar nog nooit op gezien. Oh, ik vind het wel heel mooi zo met die tekeningen. Zijn ze altijd deze kleur? Ja. We gaan even kijken, want de Fiji leguaan. Kan jij er vinden? Ik zie er. Goed zoeken. Daar zie je de hoofd. Kauwen reptielen nou echt op hun eten? Ik zie wel dat ze een soort van happende beweging maakt. Ja, ik denk dat het vooral is om naar binnen te werken. En als het fruit zacht genoeg is, bijvoorbeeld, of de groente, dan snijden ze het echt wel met hun tanden. Maar ik denk dat dit stukje paprika, dat ging gewoon... Gewoon zo naar binnen. Ja. Ze hebben natuurlijk niet zulke tanden als wij. Nee. Is dan aan het einde van de dag zo'n voerbak dan wel helemaal leeg? Nee, soms wel, soms ook niet. Wij geven ze gewoon 3 keer per week een flinke hoeveelheid. Dat ze eigenlijk hun buik rond kunnen eten en alles wat ze niet nodig hebben, dat laten ze over. Oh ja. Dus dan gaan we de volgende dag dan weer weg. Dus ook niet elke dag krijgen ze zo'n bak? Nee. En dit zijn natuurlijk de reuzenwandeltakken. Inderdaad. Wat eten die? Nou, ze zitten eigenlijk midden op hun eten, want zij lusten ook heel graag blad. Ze krijgen bij ons eigenlijk altijd bramenblad. Wat ga je nu doen? Ja, ik heb al gezegd, ik ga het laten regenen. En waarom was die regen ook alweer belangrijk? Nou, de Filipijnse reuzenwandelentak komt uit de Filipijnen en daar is het ook best wel vochtig, dus de luchtvochtigheid is heel erg hoog. Het kan best wel benauwd zijn. En daarnaast houdt het ook de bramenbladen wat verser. Maar ze kunnen ook het blad van het water opdrinken. Ah. Dat zijn eigenlijk wandelende takken eten en drinken. Dat is, ze drinken eigenlijk tijdens het eten. Ja, je zet hier niet een bakje met water neer, maar nee. Ze drinken de druppels eigenlijk op. Precies. En als ik hier een bakje met water neer zou zetten, dan zouden ze die waarschijnlijk in verdrinken zelfs. Dus dat is niet zo handig. Oh ja. Vandaar zorg ik dat er een aantal keer per dag dat het lekker vochtig voor ze is. Laat jij het regenen? Ja. Gaan we dan nu naar het dier van deze video? Volgens mij kwam je daar speciaal voor eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel. Ja. Want Koen die had dus een vraag over dit dier. Over de kameleon. Nou, ik ben benieuwd. Want zijn vraag was, hoe verandert de kameleon van kleur? Ja, dat is een hele goede vraag. Heel veel mensen denken dat kameleonen alle kleuren van de regenboog aan kunnen nemen. Dus dat hij van paars naar groen, ja, naar bruin, naar dat hij ergens gaan. Voor gaat zitten en meteen die kleur, ja, aanneemt. Maar dat is eigenlijk niet helemaal het geval. Oh. Want onze kameleon is een panterkameleon. En je hebt panterkameleonen in allerlei verschillende soorten kleuren. En het is eigenlijk een beetje afhankelijk van de regio waar ze vandaan komen. De panterkameleon komt van Madagaskar. En dat is best wel een groot eiland. En daar heb je dus allerlei verschillende lokaliteiten, noemen we dat dan, waar ze eigenlijk een andere basiskleur hebben. Onze panterkameleon is in de basis een rood. Met wat blauwe strepen, zo lijkt het een beetje. Ja. Er zit af en toe nog een beetje geel-groenachtig erheen. Maar wat hij dus vooral kan doen is dat rood feller laten worden. Soms kan het een beetje oranje lijken. Als je het geel wat feller opzet, dan lijkt het dus oranje te worden.
Geel met blauw kan samen een beetje groen lijken, maar over het algemeen houdt hij wel dezelfde kleuren waar hij een beetje tussen schakelt. Ja. En daarmee kan hij zich inderdaad heel goed camoufleren, want ook al zou je zeggen, nou rood dat valt meteen op. Maar ik sta hier soms 's ochtends ook 5 minuten lang te zoeken. En 's middags staan hier bezoekers, die staan hier ook heel vaak 10 minuten voor de bak te zoeken voordat ze hem gevonden hebben. Ja. En dan blijft hij recht voor de neus zitten. Oké, dus dat zijn wel handige kleuren. En wat krijgt de kameleon te eten? Nou, een kameleon is een echte insecteneter, dus vandaar dat we net wat insectjes hebben opgehaald. Ik denk dat we vandaag eens even een springkaan gaan proberen te geven. En dat veranderen van die kleur, dat doet hij wel echt puur om te verstoppen, hè? Ja, het geeft ook een beetje aan hoe hij zich voelt. Oh. Nou is dat natuurlijk niet heel erg belangrijk voor in het wild om te overleven. Ja. Maar als een kameleon bijvoorbeeld heel erg donker wordt, dan weet je dat hij het eigenlijk niet zo heel erg prettig heeft. Dat hij niet zo naar zijn zin heeft. Ah. Dus we zien hem het liefst gewoon met mooie kleuren. Oké. Nou, eens kijken of, ik hem kan vinden. Oh ja, ik heb hem al gezien. Zie je alleen zijn hoofd. Kan jij hem ook vinden? Zullen we eens kijken of dat hij honger heeft? Ja, ben wel benieuwd. Kijk eens, hier hebben we weer de pincet. Hoef ik niet mijn hand in zijn bek te steken. Oh, mis. Zo. Daar ging die. Maar wat een gekke tong heeft hij. Ja, hij heeft een hele lange plaktong. En de tong is eigenlijk een spier, dat is bij ons ook zo. En ik kan die uitzetten en laten krimpen. En daardoor kan hij hem zeg maar wegschieten. En zo pakt hij dus de insecten van de takken die langskomen. En je zegt dus een plaktong, dus hij plakt ook nog. Ja, eigenlijk kan hij hem zo bedienen dat hij de ene keer plakt en de andere keer niet. Dus hij kan ook iets loslaten weer. Oh. Dus als je gewoon misschiet en je grijpt een tak vast. Ja, dat je vast zit. Ja, dat is niet zo handig als je dan vast zit. Dus hij kan dan ook weer ontspannen waardoor hij niet meer plakt. En zo trekt hij de prooi naar zichzelf toe. En dan gaat hij hem vaak meteen of soms later, in dit geval vindt hij het misschien een beetje spannend dat we hier zo naar hem staan te kijken. Ja. Dan gaat hij hem later opeten. En dan kauwt hij er een paar keer op en dan slikt hij hem eigenlijk in één keer door. Oh ja. Wat zit hier allemaal in dit terrarium? Want zo noem je dat toch? Een verblijf? Ja, in principe is het een terrarium inderdaad. Daar hou je meestal reptielen in. En zo heb je ook nog allemaal andere namen voor als er bijvoorbeeld water bij zit of niet. Je hebt ook een aquarium waar vissen in zitten. Deze hiernaast is bijvoorbeeld een paludarium en dat is eigenlijk een soort van water- en landgedeelte. Ja. Maar het zijn eigenlijk allemaal terraria. Oké. Ja. En wat zit dit in dit terrarium? In dit terrarium zitten onze Afrikaanse reuzenmiljoenpoten. Maar die zijn niet altijd heel goed zichtbaar. Omdat ze heel graag ook verstoppen tussen de bladeren en daar op zoek gaan naar eten. Dus er zitten gelukkig ook nog andere dieren in. Waaronder onze rozenkevers en de agaatslak. Ja, ik wou zeggen, ik zie daar al een mega slakkenhuis. Als je mijn vinger ernaast zit, is echt heel groot. Oh, en ook allemaal kleine slakken. Ja. Het zijn allemaal jongen, dus die worden uiteindelijk ook zo groot. Oh, ik zie denk ik hier een paar donkere strepen soort van bewegen. Ja, dus hij pakt steeds een stukje vast. Ja. En dan trekt hij zichzelf voort. Ja, want ik zie hier allemaal donkere strepen de hele tijd naar boven gaan. Ja. En ondertussen zie je de hele zwak vooruit gaan. Maar je kan eigenlijk nog steeds niet heel goed zien hoe het nou werkt. Nee. En wat krijgen deze dieren allemaal te eten? Nou, dit zijn eigenlijk echt opruimers. Dus heel veel mensen zijn ook bang voor bijvoorbeeld kakkerlakken en insecten. Terwijl insecten best wel nuttig zijn. De reden daarvoor is dat ze dus vooral opruimen. Dus als er bijvoorbeeld dood bladmateriaal is, of een boom gaat dood in het regenwoud of in een ander woud. Of er gaat iets dood, dan gaan zij dat allemaal opruimen. Dus dan eten ze dat allemaal op en dan poepen zij dat weer uit. En vaak met die poep, er zitten weer allemaal voedingsstoffen in voor planten om weer van te groeien. Dus het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren in het ecosysteem. Ja. Maar ja, en op een gegeven moment wordt het fruit natuurlijk, dat gaat een beetje rotten. En dat is eigenlijk ook wat ze heel erg lekker vinden, maar we willen ook zorgen dat er genoeg is. Vandaar dat we het iedere dag nog eens een beetje verversen of er juist nog wat bij leggen. Oké. Moet ik al die kleine slakjes eraf halen. Kijk, er zit ook nog een roze kever verstopt. Ze hebben er wel goed van gegeten. Ja. Het witte vinden ze alleen minder lekker. Ja, ik denk dat ze er nog niet aan toe waren gekomen. Maar vaak vinden we inderdaad de witte nerven van de andijken, die vinden we terug. Paul, we hebben nu al heel wat dieren gezien en we gaan nog heel wat zien. Ja. Maar heb jij een lievelingsdier in het 100.000 dierenhuis? Een dier die je echt heel leuk vindt? Nou, ik vind eigenlijk alle dieren wel heel leuk. En ik vind alle dieren leuk, dus niet alleen reptielen en de dieren die hier zijn. Ja. Maar, ik vind de reptielen toch stiekem wel ook wel bijzonder, omdat ze allemaal net iets anders is, ook omdat ze koudbloedig zijn. Ja. Maar eigenlijk, wat ik stiekem het allerleukste dier vind, of het meest interessante dier je vindt, ja,
Dat zijn onze parasolmieren. Ah. Ja, want die kunnen eigenlijk, weten ze instinctief, dus eigenlijk zonder dat iemand ze het vertelt, weten ze precies wat ze moeten doen. Ja. En ze zijn met honderdduizenden, maar toch werkt het als een geoliede machine. Dus die heeft zijn eigen taak. En dat werkt dan allemaal ook zo. Dus het is heel interessant om dat allemaal te zien. En dat ja. Moet je bijvoorbeeld samenleven met een schimmel. Ja, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Stiekem ja. Lopen die al de hele tijd hier over ons hoofd heen door de buizen. Slangen! Slangen! Onze San Francisco lintslangen. Ook al een mondvol. Ja. Die krijgen vandaag eens eten. Visjes. Visjes, inderdaad. Maar ook hier is het nu nog een beetje donker. Straks wordt het wat meer licht. Maar ook hier zijn we dus aan het afbouwen in klimaat. Dus wordt het ook steeds kouder en donkerder. En dus ik weet niet zeker of dat ze dat nog willen eten. Dus okay. Dat gaan we gewoon even bekijken. Dat wordt een gokje. Ja. En Paul Benjamin die vroeg zich af, wat eten slangen? Want deze eten dus visjes. Ja. Wat eten slangen nog meer? Nou, vaak zijn het eigenlijk kleine knaagdieren of visjes inderdaad. Maar sommige slangen die eten ook eieren in vogelnesten bijvoorbeeld. Of sommige slangen eten ook insectjes of hagedisjes. Maar het is eigenlijk altijd iets wat van een ander dier komt. Dit is dus niet een slang die helemaal vegetarisch is, die nee. Alleen maar groente en blad eet. Nee, eigenlijk zijn er geen enkele slangen die überhaupt planten eet, inderdaad. Nou. Nee, hij leek even interesse te hebben, maar toen ging zijn kopje weer naar achteren. Maar we hij komt nu weer aan de andere kant van de boom. Ik denk dat we geen geluk hebben vandaag. En is dat erg? In principe niet. Ze kunnen best wel een tijdje zonder eten. Ze gaan niet voor niets in winterrust, dus dat houdt het algemeen ook in dat ze dan niet eten. Dus daar zouden ze prima tegen moeten kunnen. Oké. En daarnaast zijn ze dus reptielen. Dus als we weer lekker de lol allemaal vertragen, dus ja. Minder ademhalen, minder warm gaan liggen, minder bewegen, heb je ook niet zoveel eten. Ja, heb je niet elke dag een hele flinke mate nodig. Precies. Oké. En ik had nog een hele leuke vraag, Paul. Oké. Namelijk, Lucy vroeg zich af, waarom zijn slangen lang en dun? Ik weet het eigenlijk niet zo goed, want slangen zijn gewoon zoals ze zijn. Ja. Maar het helpt hen wel in de manier waarop zij voortbewegen. Dus zij kronkelen vaak, of soms kunnen ze ook recht vooruit kruipen. Ja, en dat kan niet zo goed als je kort en heel dik bent. Ja. Want dan ga je waarschijnlijk meer rollen. Ja. En dan kan je zelfs nog een lintslang bijvoorbeeld ook niet goed in bomen klimmen. Ja. Dus dat helpt wel, want op die manier kunnen ze goed klimmen. Nee, slangen die hebben zich waarschijnlijk zo doorontwikkeld omdat het voor hun het beste werkte. Dus ja. Voor wat zij vangen, wat zij eten, hoe zij leven, werkt deze lichaamsbouw, dus lang en dun, werkt waarschijnlijk het beste. Oké. Okay. Hij denkt eindelijk, wat duurt deze ochtend toch lang. Oh. Dat lust hij wel. Is dit je meest enthousiaste reptiel op het eten? Ja, dit is wel een van de meest enthousiaste reptielen. Maar nou gaat hij precies op de plek liggen waar de voerbak straks moet komen te staan. Oh. En ik zag dat er ook nog wat poep van hem ligt, dus dat moet eerst even weggehaald worden. Oh, wat heeft hij nagels? Ja. Dat is omdat hij ook heel goed moet kunnen klimmen op de rotsen en ook moet kunnen graven. Oké. Dan ook even het zand aan de kant, want anders eet hij ook allemaal zand erbij op. Dat is ook niet zo handig. Nou, daar komt hij hoor. Ik ben benieuwd wat hij... Oh, dat was naast de bak. Naast de bak. Misschien vindt hij ook wel het witte heel erg lekker. Oh ja, dat zou wel kunnen. Hij zat nu voornamelijk gewoon de bak te likken. Kan hij dan niet zo goed zien? Ja, ik of heeft hij zo'n honger dat hij denkt, dat zou ook, ik gewoon naar ik denk dat hij een beetje moeite heeft met diepte zien. Dus hij weet niet zo goed of dat hij nou al boven de bak zit of er nog voor. Ah. Maar hij is ook al wat ouder, dus misschien dat zijn zicht op een gegeven moment ook achteruit gaat. Net zoals bij mensen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En Paul, hij doet eigenlijk net zoals de chameleon echt zijn eten pakken met zijn tong, hè? Ja. Niet echt dat hij zijn bek daarvoor gebruikt. Het is niet dat hij met zijn kop erin gaat. Nee, precies. Je hebt heel veel dieren. Het is ook omdat hij onder andere insecten eet. Maar de andere dieren, zoals hier de halsbandleguanen en de woestijnleguanen en de padhagedis, die hier ook in deze bak in dit terrarium wonen, die doen dat ook. Want die eten, als ze dan een klein insectje eten, en dan kan je wel je hele bek in het zand houden, maar dan heb je waarschijnlijk een hele mond vol met zand. Ja. Dus die gebruiken vaak een tong en dan kunnen ze veel preciezer ja. Pakken wat ze willen hebben. En misschien ook wel sneller met die tong, of niet? Ja, precies. En waarom laat je hem zo drinken? Omdat hij altijd zo drinkt. Nou, in principe, ik heb hier nu een waterbakje neergezet.
Maar de meeste dieren die drinken hier niet uit een waterbakje. Heel veel dieren die drinken condens. Dus dat is eigenlijk, als je 's ochtends naar buiten loopt, dan zie je heel vaak op grassprieten en op bladeren, die zijn een beetje nat. Ja. Nou, dat is bij hun ook niet anders het geval. Dus dan, daar likken zij meestal het vocht van op. En daarnaast nemen ze ook heel veel via het voer op. Bij de badhagen dus, denken we dat het wel extra helpt als je goed drinkt. Dus vandaar dat ik hem altijd nog even 's ochtends wat extra water geef. Even extra. Ja. En daar hebben we dan nog een halsband leegwaan zitten. En die zit, die is eigenlijk ook nog niet zo actief. Die is vooral aan het kijken naar waar komt de zon en wanneer komt de zon op. Ja, en aan het hopen dus dat jij eens met insecten komt. Ja, dus ik denk dat ik er nu wel eentje voor zijn neus kan gooien, maar ik denk niet dat hij hem op gaat eten. Kijk, en daar liggen de andere halsband leegwaan, die liggen eigenlijk ook nog gewoon te slapen in het zitten er helemaal tussen. Ja. Nog een paar kikkers. Ja, ik weet niet of je ze goed kan zien, want de ruit is een beetje beslagen. Dit is dus condens. Ja, dit is wat andere reptielen drinken. Ja, precies. De gouden mantella. Goud klinkt alsof we naar... Nou, ik hoef het al bijna niet te zeggen. Een hele dure kikker. Ja, dat ook. Maar ik denk dat ik hem al heb gevonden. Naar de oranje kikker. Hey Paul, vaak is het bij van die kikkers, hoe, als ze dan fel gekleurd zijn, dat ze giftig zijn. Zijn dat deze mantella's ook? Nou, deze mantella's zijn gifkikkers en er zijn heel veel verschillende soorten gifkikkers over de hele wereld zijn die verspreid. En dat zijn vaak kleine, inderdaad felgekleurde kikkertjes. En die kleur die geeft inderdaad aan, eet mij niet op, want ik ben giftig. Ja. Dat is voor de mantella's niet anders. Ja. Dus in het wild, als je mantella tegenkomt, lik hem vooral niet, want dan ga je misschien wel dood. Goeie tip, ja. Onthoud deze. Onze mantellas die zijn waarschijnlijk niet giftig en dat komt er eigenlijk door omdat zij bepaalde insecten moeten eten in het wild, waardoor zij dat gif kunnen aanmaken in hun lichaam. Bij ons krijgen ze ook insecten, maar waarschijnlijk zitten daar niet de juiste stoffen in om het gif aan te kunnen maken. Oh, dus die kikker is niet zelf giftig, maar wordt giftig door zijn eten. Ja, precies. Maar zo'n klein kikkertje, want ik denk dat die even groot is als een topje van mijn vinger, wat geef je dat te eten? Nou, die eet ook hele kleine insectjes, dus ik heb nu... Even zo, even dat je het kan zien. Oh, fruitvliegjes. Ja, onder andere. Maar ik heb ook soms kleine krekeltjes of springstaartjes, als ze misschien wat onbekender. Maar soms zie je die nog wel eens in de bloempotten springen. Echt hele kleine insectjes. Gaat eentje, die gaat meteen los. En voer je deze ook niet elke dag? Ik zorg eigenlijk dat ze altijd wat te eten hebben, maar ik laat best wel wat insecten los. Ja. En die kunnen ook best nog wel een paar dagen rondkruipen in het verblijf. Dus als ik zie dat ik er geen insecten meer rondkruipen, dan geef ik weer nieuwe. Oh ja, want die insecten die kan je natuurlijk niet in een bakje zo geven. Nee, dat precies. Ze daar blijven zitten. En ze zijn ook een beetje te klein om met de pincet aan ze te voeren. Dus ik geef ook nog even wat lekker krekeltjes, kijken of ze dat lekker vinden. Oké, er komt er nog één. Je ziet dat deze die is wat dikker, ja. Dus dat die daar, dan die. Ja. En dat is omdat dit een mannetje is en dit een vrouwtje is. En vrouwtjes die maken ook eitjes aan in hun lichaam. Daarom zijn ze vaak wat plomper eigenlijk van achteren, dus net wat breder. Heeft deze dan misschien wel eitjes? Deze heeft misschien wel eitjes inderdaad. En hoeveel kikkers kan je hier vinden? Nou, momenteel hebben we er 3. En dus eentje heeft niet zoveel zin om te eten? Nee, misschien dat hij aan de andere kant zit. Het is een best wel een groot verblijf. Maar het idee is dat we in de toekomst wel weer wat meer kikkertjes gaan krijgen. En we hopen ook dat ze misschien eitjes leggen. En dat er dan ook weer meer kikkertjes bij komen. Leuk. Gaan al deze bakjes hier? Ja, ze eten het ook niet allemaal op. Maar het zijn echte bladeters. Dus we zorgen dat er overal een bakje staat. En dan kunnen ze eten wanneer ze dat willen. Maar wonen hier dan zoveel dieren? Nou, er wonen 7 grijpstaartskinken en 4 smaragdskinken. En de smaragdskinken die eten dit niet. Die eten alleen maar insecten. Maar zo kunnen alle grijpstaartskinken zelf... rustig bij een bakje eten. Oh ja. Ik vind skink altijd zo'n grappige naam. Als je me een tijdje terug had gevraagd wat is een skink, had ik dit niet kunnen bedenken dat het een reptiel was. Nee, precies. Ja, het is eigenlijk een beetje, het ziet er vaak uit als een gladde hagedis. Ja. 4 pootjes, vaak een lange staart. Gaan deze helemaal enthousiast op een vooraf komen rennen, nee, denk je? Nee, denk het niet. Nee. Oké, duidelijk. Ik kan wel kijken of ze wat willen eten. Want nu sta je bij een grijpstaartskink, toch? Ja, dit is een grijpstaart. Grijpstaartskinken kunnen ze dat echt heel goed verstoppen. Dus we hebben er voor hier nu 2 liggen, maar ik zie hier ook nog een staartje. En ik heb nog een jonge skinker hier. Ja. En er zitten er waarschijnlijk nog 2 bij, want er zijn veel meer staarten.
Liggen ze graag zo dicht bij elkaar? Grijpsluitskinken zijn, in tegenstelling tot heel veel andere reptielen, zijn echt wel familiedieren die in een groep leven. Ze zijn ook eierlevend barend. Dat is een heel moeilijk woord, maar eigenlijk houdt het in dat ze geen eieren leggen, maar dat de eieren al uitkomen in hun lichaam. Dus er komen levende jongens ter wereld. En vaak zorgt die moeder ook nog wel een beetje voor ze. Of in ieder geval, ze laat ze zien waar het eten is. Oh. En ze blijft vaak ook in de buurt om ze te beschermen. Ja. Ligt nu in zijn voerbak. Ja, we hebben speciale plekjes gemaakt, omdat ze anders... Als ze aan het klimmen zijn, dan gooien ze de hele voerbak naar beneden. Oh, ja. Dus dit is een speciaal plekje waar je niet af kan vallen. Dat is ook handig. Oh, daar nog een sparafskink. Zo. Pak eens hebben. Nou, ik vond dit heel veel actie in vergelijking met de andere reptielen die we vandaag hebben gezien. Ja, ja, als je natuurlijk insecten eet, dan moet je ook insecten kunnen vangen. Dus dan moet je in één keer best wel snel zijn. Dus ze liggen vaak heel stil totdat het tijd is om te eten. Zo. Want anders dan loop je eten er vandoor natuurlijk. Eindigen we nu gewoon met jouw favoriet. Ja, nou, met jouw stiekem mijn favoriet. Ja. Ja, nee, kijk, zoals je ziet, dit is al de voerbak. Dus hier houden ze een blaadjes op. Heel veel mensen denken dat de mieren de blaadjes zelf opeten, maar dat is dus niet zo. Ze snijden die in stukjes en dan nemen ze die als een parasoltje mee. Vandaar ook de naam parasolmier, dus omdat ze een stukje blad als een parasoltje boven houden. En ze worden dus ook wel bladsnijdersmieren genoemd, omdat ze dus het blad snijden. En dat eten ze dus niet? Nee, dat nemen ze mee. De al onze buizen helemaal naar de achterkant van het 100.000 dierenhuis, want daar zit onze schimmelkamer. Ah. Daar wordt het nog verder fijner gemaakt. En dan wordt het door andere mieren, dat zijn weer de kleine werksters, wordt het geplant binnen een schimmel. En dan kan die schimmel groeien en de mieren eten van de schimmel. En de schimmel kan eigenlijk niet overleven zonder dat de mieren voor de schimmel zorgen. Ja, cool hoor. Ja. Dat is wel tof. Nou ja, volgens mij kunnen ze wel wat eten gebruiken. Ja, dus ik heb allemaal blad meegenomen. Oh, en ik bedenk nu net dat we eigenlijk ook nog een special hebben. Ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, maar die heb ik toevallig meegenomen. Nou, zoals bij de mieren heb je heel veel verschillende soorten mieren. Of tenminste, ze hebben verschillende taken hebben de mieren. Ze hebben soms hele grote soldaten, die beschermen de mieren. We hebben grote en kleine werksters, die snijden het blad en die planten het ook in de schimmel. Maar we hebben dus ook één hele belangrijke mier en die is... Heel belangrijk omdat die daarmee valt of staat de kolonie eigenlijk. En dat is de koningin. En dat is eigenlijk de moeder van alle andere mieren. Ja. Dus zij is ook heel groot en ze kan ook heel oud worden. Zo is ze even groot, hè? Ja, ze is even groot als mijn vingertop, denk ik. Ja. Ja. En dit is de koningin. Ja. En elke kolonie heeft één koningin. Precies. En als de koningin doodgaat, dan komen er geen nieuwe mieren bij, waardoor de kolonie langzaam uitsterft. Ja, wauw hoor. Ja. En dit is een koningin van een eerlijke kolonie van ons. Ja, we hebben, ik denk vorig jaar is onze oude kolonie doodgegaan, of tenminste onze oude koningin doodgegaan. En dan gaat de kolonie ook dood? Ja, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Ja. Maar we denken dat zij misschien wel 15 tot 20 jaar oud is geworden. Zo. Dus voor insect kan een koningin ook heel erg oud worden, want alle andere mieren die zijn zo hard aan het werken, dat ze vaak na een aantal maanden, nou, hooguit een jaar, dan heb je echt een hele oude mier. Weer sterven, omdat ze gewoon van ouderdom eigenlijk doodgaan. Ja, en als er geen koningin is, is er ook geen kolonie. Nee, precies. Oké. Okay. Dus we hebben inmiddels een nieuwe kolonie rondlopen, dus die is nu druk bezig om de schimmels op te bouwen. Oké, en wat moet je hier dan verzorgen? Wat kan je hier dan doen? Nou ja, je ziet dat al het blad redelijk kaal is nu, dus er zitten alleen nog maar takjes in. Dus dan gaan we vaak de oude takjes eruit halen. En dan moet er vooral weer een nieuw blad bij, zodat ze weer een nieuw blad hebben om te knippen en mee te nemen. Cool. Dus dit is wat ze nu ook hebben gehad. Dus dat is al helemaal op. Dus ik weet dat ze dit momenteel goed eten. En dit is nieuw, tenminste ik heb het gisteren niet gevoerd, dus ik weet niet of dat ze het mee gaan nemen. Oh, ja. Maar scheelt het dus soms welk blad ze wel niet eten? Ja, precies. En dat weten we eigenlijk ook niet van tevoren. Oh. Dus we proberen maar wat. We kunnen eigenlijk elk blad erin duwen, omdat ze het toch niet opeten. Is ook niks giftig voor ze. Ja. En zij weten zelf dus heel goed welk blad de schimmel op dat moment nodig heeft. Grappig zeg, bijzonder.
dat deze nu heel goed gegeten wordt. Maar dat ze over een week dat ze in één keer stoppen met het snijden van dit blad. En dat ze dan in één keer dit blad bijvoorbeeld weer meenemen. Ja, wat maar dat grappig. Ze dit blad laten liggen. Ja. Dus blijf het altijd uitproberen. Oké. Zo, en dan moet je als dierverzorger moet je natuurlijk heel goed voor dieren zorgen. Maar af en toe moet je ook echt gewoon bijna bloemist zijn. Om het er een beetje gezellig zo uit te laten zien. Zo, doe me net een beetje alsof het een jungle is. Waar zijn we nu? Nou, we zijn nu eigenlijk in het schoonmaakhof van ja. Onze facilitaire dienst. Ja, ja, ja. Maar er zit tevens ook onze schimmelkast. Dus hier breng je eigenlijk uiteindelijk de mieren al het blad heen. Dus daar komen ze via het plafond naar binnen. En dan gaan ze via deze buizen deze kast in. Ja. Dit is dan waar de blaadjes naartoe gebracht worden. Dit is waar de magic happens. Dit is de schimmel. Ja. En dus ook ergens is hier de koningin. Ergens is de hier nieuwe de koningin. Ik heb haar nog nooit gezien. Dus die zit ergens, ik denk in deze, want die is het grootste, zit ze diep verstopt. En daar is zij de hele dag alleen maar bezig met eitjes leggen. Want dat is wat zij doet. Zij zit daar alleen maar in die schimmel om eieren te... Ja, in het begin is ze helemaal alleen en dan gaat ze ook zelf aan de schimmel werken en blad halen en werkjes groot brengen. Want dan duur gaan de werkjes dat van haar overnemen en gaat ze alleen nog maar schimmel of eieren leggen. Ja. Ja, dus dat is haar eigen enige taak, zorgen dat er nieuwe mieren komen. Ja, tof hoor. Mooi. Hier kijk, dan zie je allemaal stukjes blad zitten. En daar ook. En die worden dan gebracht. Die zitten overal op de schimmel. En dan gaan de kleine werkers, die nemen dan steeds een stukje blad mee. En dan gaan ze dat nog kleiner maken. En dan planten ze dat op de juiste plek in de schimmel. Ja. Hey Paul, nu hebben we alle dieren verzorgd. Ja. Dus we zijn een beetje aan het einde van de ronde. Precies, dat klopt. En meestal doe ik een challenge in mijn video. Ja, daar was ik alweer bang voor. En ik heb een goede bedacht. Nou, vertel. Ja, nou, doe je mee? Nou, ik denk dat ik geen andere keuze heb. Want de andere keer heb ik natuurlijk dik van jou gewonnen. Dus, Ja, dat okay. is niet waar. Nou, oké. Okay. Laten we maar eens kijken wie er dit keer de winnaar is. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Veel reptielen eten dus met hun tong. Waarom ook alweer? Omdat ze dan makkelijk de insecten konden pakken. Precies, dan kunnen ze precies pakken wat ze nodig hebben. Ja. Wij eten meestal wel met onze mond. Maar het is leuk. In de challenge doen we net alsof we een dier zijn. Nee, ja, vork. Nee. Wij gaan kijken wie ons beste reptiel is. Die best met zijn tong 5 blaadjes in de bak krijgt. Dus je mag alleen maar je tong gebruiken. Okay. Dus wie het snelst de 5 blaadjes in de bak krijgt. Met zijn tong. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ga denk ik wel staan, want anders kom ik niet bij. Dan zou die moeten. Oké. Oh, ding. 3, 2, 1. Nee, liever blijft het. Ja! Ja! Nee, maar je tong! Ik heb het gewonnen! Je hebt mij niet wel gewonnen, dat is niet eerlijk. Ja! Ja! Ik ben echt de beste reptiel. Woe! Liggen erin! We waren hier door de vraag van Koen. En de vraag van Koen is: hoe verandert chameleon van kleur? En het antwoord is: door verschillende cellen in zijn huid die open of dicht zet. En hij kan dus eigenlijk niet iedere kleur aannemen die hij wil. Het is dus niet zo in de tekenfilm dat hij ineens roze, rood, paars. Nee, inderdaad. Nou, weten we dat ook weer. Vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Heb je nog een dierenvraag? Stel hem hieronder. En wie weet ga ik de volgende keer naar jouw dier. En abonneer je op Dierenpark Amersfoort kanaal van YouTube als je geen video wil missen. Paul, dankjewel. Graag gedaan. Vooral ook voor het verliezen van de challenge. En ik zie jou volgende keer weer. Doeg!